Hormonen. Ze beïnvloeden je van top tot teen. Ze bepalen hoe je in je vel zit, hoe je eruit ziet en hoe zwaar je weegt. Ik ben gezondheidsjournalist Pim Christians en voor deze podcastserie ga ik in gesprek met de man die alles over hormonen weet: Ralf Moorman, lifestylecoach en schrijver van het boek De Hormoonfactor. Vandaag gaan we het hebben over uh, insuline. Hormoon waar je veel aandacht aan besteedt in de, de hormoonfactor en waar je hier ook heel veel over hoort. Hè. Maar kun je om te beginnen uitleggen wat het eigenlijk voor stofje is? Ah, cruciaal hormoon. Heel belangrijk dat onze bloedsuiker niet te ver oploopt. En we hebben er eigenlijk maar, maar één om, na, om naar beneden te halen. Dus die insuline die zorgt daarvoor. Die zorgt ervoor dat de, de suiker in de spiercellen en in de lever terechtkomen. Uh, opgeslagen als glycogeen. En als we te veel calorieën eten ten opzichte van het uh, verbruik, dan uh, kan er ook uh, vet van gemaakt worden van deze glucose. En insuline helpt daarbij. Um, en waar komt het vandaan? Kun je uitleggen hoe, hoe dat hele proces werkt? Je, je eet iets ja. dat uh, wordt omgezet, uh, dat, dat blandt als, als suiker in je bloed. Ja, en... en dat is een trigger voor ja. insuline. Ja, als je inderdaad iets eet en je bloedsuiker gaat stijgen... dan zal insuline in actie komen. Dat wordt aangemaakt in de alvleesklier. En de alvleesklier heeft specifieke gebieden. Dat noemen we de eilandjes van Langerhans. En dat zijn zowel zenuwcellen als hormooncellen. Dus dat wordt de hele dag door de bloedsuiker gemeten. En als hij te hoog oploopt, dan worden de beta-cellen geactiveerd en die maken insuline. En insuline gaat uh, natuurlijk op zoek naar de cellen met de passende receptoren. En dat zijn vooral de levercellen en de spiercellen. En op dat punt wordt, uh, als het uh, contact er is met de, de receptor... dan wordt de glucose de cel ingelaten en daar wordt glycogeen van gemaakt. En dat is weer een mooie voorraad om later te gebruiken als we weer energie nodig hebben. Kun je uitleggen wat glycogeen eigenlijk is? Ja, als je kijkt, glucose is best wel een actieve stof. Die willen we ook niet te hoog hebben. Want die kan ook aan eiwitten gaan plakken en er kan allerlei suikerschade bij ontstaan. Maar een hele veilige inactieve vorm, uh, of niet reactieve vorm van glucose, uh, is het op te slaan als glycogeen. Dat zijn allemaal glucosemoleculen aan elkaar vast. En uh, uh, dat is een veilige manier van opslag en ook uh, ja, heel effectief, want het is heel makkelijk weer uh, los te knippen, als zijn de losse glucosemoleculen, als het lichaam het weer nodig heeft. Je noemde het net zo, zo even al heel kort. He. Je hebt dus aan de ene kant insuline en dan aan de andere kant glucagon. Dat zijn ja. eigenlijk de twee hormonen die samenwerken. Ja, op alvleesniveau heb je de, de insuline wordt in de beta-cellen gemaakt... en de tegenhanger, glucagon, als de bloedsuiker laag is... wordt aangemaakt in de alfa-cellen van de eilertjes van Langerhans. Alleen omhoog krijgen van de bloedsuiker hebben we nog meer hormonen voor... We hebben ook cortisol, uh, die is ook, is ook eigenlijk cruciaal om die bloedsuiker niet te laag te laten worden. En die werkt heel uh, goed samen uh, met uh, die glucagon. Uh, het, met het verschil dat uh, cortisol die kan glucose vrijmaken door eiwit af te breken. Uh, en dat is op zich handig als het nodig is, maar ook weer vervelend als je je kostbare spiereiwit en, en eiwit in je huid als collageen bijvoorbeeld wil vasthouden. Uh, bij hevige stress hebben we nog een derde hormoon die we omhoog haalt. Dat is uh, adrenaline. De fight or flight reactie. Dus drie hormonen die we omhoog halen en eentje maar die hem naar beneden haalt. En dat maakt het systeem ook zo kwetsbaar. En dat is dus insuline, het enige hormoon dat, uh, dat uh, bloedsuikerspiegel omlaag kan uh, krijgen. Uh, waar gaat het meestal mis? Nou, in feite, als het gaat om de bloedregulatie aan de bovenkant... dus vanuit de insuline om hem om, omlaag te krijgen... dan kan het op meerdere vlakken misgaan. Alleen waar het meestal misgaat, is door de huidige leefstijl... waarbij veel overgewicht ontstaat, dat er insulineresistentie optreedt... waarbij eigenlijk de alvleesklier nog wel goed insuline kan maken... alleen de cellen niet meer goed reageren op die insuline. Ze worden als het ware een beetje doof voor de insuline. Dus ja, en dat is een situatie die je heel veel ziet... Tweede optie is dat de beta-cellen die insuline produceren zelf in de problemen komen. Ja, en dat kan bijvoorbeeld uh, bij diabetes type 1 kan dit ontstaan, een auto-immuunziekte. Ja, want kun je dat uitleggen? Dat hoor je heel vaak. Je hebt uh, diabetes type 1 en uh, diabetes type 2. Dat wordt ook wel ouderdomssuiker genoemd. Wat het, uh, wat, wat het verschil is, of wat de verschillen zijn tussen die twee? Nou, In feite, de bloedsuikerregulatie is van belang dat de beta-cellen de insuline kunnen maken, dat is één ding. En dat de receptoren gevoelig zijn om contact te maken met de insuline om de bloedsuiker op te nemen in de cel. De aanmaak kan misgaan, dan is het ja, vaak die auto-immuunziekte, dat is dan diabetes type 1. En op receptorniveau, wanneer het misgaat, is het vaak diabetes type 2. En dus in feite, type 2 hoeft niet per se de beta-cel zelf een probleem te hebben. Dus de, de alvleesklier kan vaak nog zelf uh, behoorlijk wat insuline aanmaken. Al moet ik zeggen dat zeker wanneer ja, je dit heel lang hebt, uh, dan kan het zijn dat dat naast de, de dove receptoren, dat ook je aanmaak van insuline eronder leidt. En dan heb je een hele heftige vorm van uh, diabetes type 2. Dus met andere woorden, meestal als je uh, diabetes type 2 hebt, dan uh, maak je voldoende insuline aan vanuit de alvleesklier. Alleen die, je lichaam luistert er als het ware niet meer naar. Hè? Ja. Uh, maar, uh, en als dat maar lang genoeg duurt, dan kan dat toch ook ten koste gaan van de insulineproductie in de alvleesklier. Die kan ja. dan ook gaan dalen. Ja, dat dit een soort van uitge uitputting van je klier krijgt, dat, uh, hè, dat, dat verhaal. Alleen, ja, het is een heel sluimerend. Uh, Probleem en heel veel mensen die zijn op weg naar mogelijk diabetes type 2, maar hebben het nog niet. Uh, en in feite noem je dat uh, uh, prediabetes. En dat is uh, een heel groot deel van Nederland zit in die fase. Nou, hoe, hoe je dat herkent, is eigenlijk dat wanneer je bloedsuiker stijgt, dat de cellen niet goed reageren, waardoor de alvleesklier als reactie nog meer insuline aan gaat maken. Dus je hebt eigenlijk veel te veel insuline uh, ten opzichte van wat, wat zou moeten. De bloedsuiker gaat dan in een soort van overcompensatie naar beneden, maar zelfs te sterk naar beneden. En dan krijg je daarna weer een bloedsuikerdip. En daarom zijn ook die um, die diëten zo populair die je bloedsuiker niet snel verstoren. En dat kan of een laag koolhydrat dieet zijn, of een dieet waar wel koolhydraten in zitten, maar die dan heel traag opneembaar zijn. Als de Bloedzakken, maar niet te snel stijgt. En dat houden mensen makkelijker vol, want ze krijgen geen dips. En in die dip pak je echt geen salade. Precies, daar wil ik straks nog even op terugkomen, op, op de, op, hoe je dan het beste kunt eten. Maar nog even iets dieper ingaan op, um, op uh, insuline. Want klopt het dat je... Um, insuline heeft ook een beetje een slechte reputatie, hè? Uh, maar het eigenlijk is een een anaboolhormoon. Je hebt het bijvoorbeeld bij krachttraining heb je insuline nodig om om te kunnen groeien? Ja, insuline is, is het meest anabole hormoon dat je kunt bedenken. He, anabol betekent uh, energie opslaan en, en voor spiergroei zorgen bijvoorbeeld... of herstellen na inspanning. Nou, insuline doet van alles. He, die zorgt ervoor dat uh, suiker wordt opgeslagen als glycogeen of als vet. En, maar wat het ook doet, is uh, het stimuleert ook je eiwitopbouw uh, in je spiercel. He, dus in feite... Ja, het is een gigantisch belangrijk en mooi hormoon, maar het moet wel goed kunnen functioneren. En uh, er zijn drie hormonen om je bloedsuiker omhoog te halen en maar één om hem naar beneden te krijgen. En in de huidige tijd van over, uh, overvloed, ja, komen veel mensen in de problemen uh, met insulineresistentie. Dus daarom krijgt het een hele negatieve naam. Maar als het goed functioneert, ja, fantastisch hormoon. En het is zelfs zo dat ook in de wereld. Ja, waar ze natuurlijk uh, heel erg extreem doen en alles toepassen, wat je maar kunt bedenken, dat daar ook wel eens insuline gebruikt wordt uh, om nog gespierder te worden, naast testosteron en groeienman. Maar goed, dat is eigenlijk het meest extreme natuurlijk wat je kunt doen. En uh, klopt het dat als je dan insulineresistentie hebt, dat, dat dan zowel je bloedsuikergehalte te hoog is als je insulinegehalte? Ja, dus dat, dat is eigenlijk een beetje, een beetje het, het, het gekke ook. Hè? Dus, dus in feite, je insuline wordt gewoon goed aangemaakt in het geval van uh, die resistentie voor insuline. En zelfs te hoog, in de hoop om hem na, naar beneden te krijgen. Um, dus vaak is hij voor een grote uh, periode na je maaltijd is dus verhoogd. Maar op een gegeven moment is het te laag. En dan heb je zowel een hoog insuline als een te lage bloedsuiker. Met een soort overcompensatie. En ja dat is een heel vervelend iets. Want je voelt je dan echt heel erg lusteloos en moe. En ja, dan wil je het liefst zo snel mogelijk naar iets suikerrijks grijpen. En is een hoog... Insulinegehalte. Hè? Dat is natuurlijk, uh, dat heb je uitgelegd, schadelijk omdat je bloedsuikerspiegel te ver naar beneden kan worden gebracht. Hè? Ja, en, en in feite hij is hij is ook vaak te hoog. Dus dat te hoge bloedsuiker is gewoon schadelijk. Dat weet je lichaam blijkbaar ook, want die gaat daarna ja, een overdosis insuline aanmaken. En, en, en die dove receptoren toch eigenlijk uh, wakker schreeuwen, uh, gevolgd door een dip in de bloedsuiker. Maar is dat hoge insulinegehalte op zichzelf, heeft dat ook nog andere schadelijke effecten? Nou, in principe, insuline zelf is niet per se schadelijk. Het is ook een heel nuttig hormoon. Alleen ja, met, met die hoge spiegel daarvan, uh, hij is niet werkzaam. Want die cellen zijn gewoon uh, niet ontvankelijk en een beetje doof voor insuline. Dus. Ja, in feite heb je dan ook niet een, een, een heel veel overwerking op dat vlak. Uh, wat je wel merkt is dat natuurlijk insuline do doet meer. Insuline die stimuleert bijvoorbeeld ook een klein beetje je, je testosteron, uh, je vrije testosteron. Daarom zie je ook dat, dat als mensen dit hebben, dat ze ook ja, op, testosteron op een positieve manier meer aan kunnen maken. Je, het is ook handig om voldoende te eten, ook na je training. Dat is natuurlijk één ding om dat voor elkaar te krijgen maar ook dat je een negatieve bijwerking krijgt, zoals het vet worden van je huid en meer acne. We hebben mensen die resistentie voor insuline hebben, die krijgen ook uh, via testosteron aanmaak ook daar een backfire van. Maar begrijp ik nu goed dat dat, dat uh, als je te veel in insuline aanmaakt dat dat juist een stimulerend effect heeft op je testosteronproductie? Ja. Ja, het is het, is het eigenlijk, uh, als je een anabool effect wil, wil oproepen in je lijf. En het, het eten van koolhydraten is ook zeker ja, positief op dat vlak. Alleen dan moet je wel goed om kunnen gaan met die koolhydraten en niet resistent zijn voor insuline. Maar betekent dat dan als je uh, gaat, hebt getraind, krachttrainen? Ja. Dat je, dan is de neiging voor veel mensen om na afloop uh, eiwitten te gaan uh, innemen. Hè? Ja. Maar als ik jou zou beluisteren, kun je dan ook besluiten om juist iets met koolhydraten te gaan uh, eten? Ja, het, het kan allebei. Alleen wat, het, wat heel veel mensen niet weten, is dat insulinaanmaak zowel door koolhydraten wordt gestimuleerd als door eiwitten. Dus heel veel uh, mensen denken, ik wil mijn insuline laag houden door eiwitten te eten. Dat doen ze helemaal niet. Want die, die gaat juist ook heel erg stijgen door het eten van eiwit. Alleen het voordeel van een eiwitrijk dieet is dat op de een of andere manier de resistentie op de receptor. Uh, niet gestimuleerd wordt door eiwitten, maar wel bij een suikerrijk dieet. Oké. Okay. Hey, um, um, zijn er dan meer hormonen die um, insuline beïnvloeden? Je noemt uh, cortisol, hè? geloof ik. Uh, maar ik dacht in je boek ook iets te lezen over bijvoorbeeld groeihormoon. Kun je uitleggen wat de relatie daarmee is? Ja, dat is een hele moeilijke relatie tussen insuline en groeihormoon. Uh, in feite kan groeihormoon voor een deel omgezet worden... in een andere vorm uh, van een groeifactor. Dat noem je insulin-like growth factor 1, IGF-1. En dan hoor je al de naam insuline erin zitten. En dat lijkt een beetje ook uh, te concurreren voor de receptor van insuline. Uh, ik bedoel, daar moet nog heel veel over onderzocht worden... Hoor, want het is een heel moeilijke uh, thema. Maar wat je wel bijvoorbeeld ziet is dat... Mensen die te veel groeihormoon aanmaken. Denk aan de ziekte acromegalie. Uh, he, reuzengroei. Dat die heel veel kans hebben op diabetes type 2. Uh, hoe dat precies werkt. Ik vermoed zelf ook via de insuline receptor concurrentie. Dat dat een belangrijke is. Maar ook bodybuilders die groeihormoon gebruiken. Uh, soms uh, dus naar diabetes toe kunnen gaan. Terwijl ze een laag vetpercentage hebben. Dus met andere woorden. Die, die combinatie is een beetje uh, vreemd. He. Die, die het liefst ook als je s'avonds bijvoorbeeld uh, heel veel je insuline aan zou maken door vlak voor het slapen te eten... Ja, dat zou ook je groeimoonpiek en je efficiëntie van die werking... van die groeimoonpiek kunnen verminderen. Dus daar is nog best wel wat over, uh, over te zeggen. Hey, een van de uh, ja, verraderlijke dingen volgens mij van, van bloedsuiker... en van prediabetes en diabetes... is dat je uh, het volgens mij niks van merkt. Hè? Dus je kunt je prima voelen terwijl het uh, hormonaal uh, voorkomen fout zit... Ja, dat is met heel veel uh, onbalansen zo. He, dus, dus Zeker in de be beginstabie, dat je eigenlijk daar eigenlijk uh, geen last van hebt. En zeker als het wat breder trekken naar metaboolsyndroom... waar mensen overgewicht krijgen door de huidige westerse leefstijl... Ja, dan heb je zowel een hoge cholesterol als een wat licht verhoogde bloeddruk. Dan heb je een uh, licht verhoogde bloedsuiker. En in feite ja, merk je dat. Nou, misschien dat je last hebt van je bloedsuikerdip... maar als jij uh, iedere keer dat oplost met uh, meteen naar suiker grijpen... heb je er ook niet acuut... Heel veel last van. Dus de, veel mensen die worden pas echt gemotiveerd wanneer ze suikerschade krijgen aan hun lijf, en, 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 en zenuwpijnen en, en allerlei andere dingen. En het is heel schrijnend dat mensen ja, dan pas zoiets hebben van de pijn is groot genoeg en nu ga ik er wat aan doen, in plaats van preventief te werk te gaan. Je noemt zenuwpijn. Kun je uitleggen, je, je, als je bloedsuiker dus te hoog is, dat is heel schadelijk. Uh, dat kan je ook echt permanent uh, uh, schade berokkenen. Uh, kun je iets uh, vertellen over wat, wat je je daarbij moet voorstellen? Wat, wat gebeurt er op de lange termijn als je het gewoon negeert? Ja, als je bloedsuiker regelmatig te hoog wordt, dan, uh, dan krijg je suikerschade. Want suiker die kan plakken aan, aan eiwitten en vetten, bijvoorbeeld. Um, en dat proces uh, dat kan in je hele lichaam plaatsvinden. Want je hebt overal uh, eiwitten zitten, bijvoorbeeld. Je hebt je vaatwand. Dus als daar. Um, verzuikering plaatsvindt, ontstaat daar ook ontsteking en plak. En dat is de kans op hart en vaatziekten natuurlijk aan het, uh, aan het verhogen. Maar je hebt ook eiwitten in je huid, he, waardoor je daar wat meer ontstekingen krijgt. Je hebt eiwitten uh, uh, op je zenuwen, waardoor jij uh, ja, op een gegeven moment ook zenuwpijnen kunt krijgen of andere uh, problemen. Dus je hebt echt, uh, als het over veroudering gaat, is natuurlijk verzuikering van je lichaam. Een van de meest verouderende. Dingen. En ja, wanneer is dat het meest zichtbaar en het, en het snelst? Natuurlijk met iemand uh, die diabetes heeft en, en daar niet goed mee omgaat. En dus dan krijg je ook uh, schade aan de ooglens. Die kan uh, gaan versuikeren. Oogklachten komen heel veel voor. Dan heb je ook uh, natuurlijk al die haarvaatjes die, die dicht gaan zitten met uh, diabetesvoet. Uh, dus een bepaalde wond onder de voet die, die niet heelt. Of, uh, of andere klachten. Ja, en zelfs aansturingen van zenuwen. Denk aan erectiestoornissen. Ja, dus in feite, je wil dit... Toch, als je dit allemaal hoort waarschijnlijk, ja, het is handig om het te voorkomen. Zeker, want zijn er dan, hoe sta jij tegenover, je hebt tegenwoordig van die uh, uh, apparaatjes waarmee je permanent je bloedsuikerspiegel kunt meten. Heb je een soort uh, plakkertje op je bovenarm, en dan heb je een app op je telefoon. Ja. En uh, dan kun je gewoon zo de hele dag door uh, zien uh, wat, wat je bloedsuikerspiegel doet. Hoe, hoe sta je daar tegenover? Nou, ik denk dat zo'n apparaatje uh, interessant is om, om eens voor jezelf in de gaten te gaan houden. Goh, op welke voeding uh, stijgt mijn bloedsuiker nou heel erg? He, dingen die je vaak eet, morgens je havermout of dat soort dingen. Dan Kun je een beetje uh, daar een idee van krijgen, want we zijn ook allemaal anders. He, afhankelijk van je darmflora zal bij de een bij havermout de bloedsuiker snel stijgen en bij een ander uh, minder snel. Dat is ook een heel groot, uh, groot verschil. Maar ik vind het zou ik ook stressvol vinden als je daarmee door blijft gaan. En dus het is handig om een beetje een idee te krijgen van wat je normaal doet en eet en wat voor effect heeft dat op mijn bloedsuiker. Maar als je echt wil weten wat is bijvoorbeeld de suikerschade in jouw lichaam gedurende de laatste paar maanden, dan kun je de HBA1C in je bloed meten. Dat is een soort van waarde die, die kijkt naar hoeveel schade is er aan je bloedcellen van suiker. En die dingen worden eens in de paar maanden vervangen. He, dus dan, dan kom je achter. Uh, nou goed, als jij dan vervolgens gezonder gaat leven. en je merkt een paar maanden later. je meet je HbA1c en het is beter. dan ben je heel goed bezig. He. Dat vind ik interessantere waarden die ook geen obsessie met zich meebrengen. Um, wat je verder ook kunt meten. om een idee te krijgen hoe jouw suikerregulatie is. is uh, je nuchtere suiker. en daarnaast je nuchtere insuline. En daar kun je met een soort formule mee berekenen. Dat is ja, de HOMA-IR-waarde hoe goed jouw insulinewerking is. En dus als jij uh, resistent bent van insuline... kun je daar al een goede conclusie aan, uh, aan verbinden. En dan hoef je niet zo'n hele heftige test te doen... want je hebt ook glucosebelastingstesten. En dan gaan ze bijvoorbeeld uh, kijken... hoe reageert je bloedsuiker... na het eten van een uh, suikeroplossing... en een aantal keer meten. En zeker iemand die last heeft van suikerregulatie... Die, is dat helemaal geen goed idee om dat, uh, om dat te doen. Hey, even uh, terug naar het onderwerp voeding... Ja, daar hoor je heel veel verschillende dingen. Je hebt allerlei uh, soorten diëten in omloop. Uh, ja, hoe, sta, hoe pak jij dit aan? Wat, wat is de beste benadering volgens jou om, om je bloedsuikerspiegel uh, goed onder controle te krijgen? Ja, vaak hebben we als het gaat om, uh, om insulinresistentie tegengaan, is, is een discussie over een aantal dingen. Allereerst uh, moet je weinig koolhydraten eten of niet, hè? low carb diëten. Ik denk zelf dat dat helemaal niet hoeft. Uh, het, als jij gewoon relatief behoorlijk wat koolhydraten eet, en dat zijn koolhydraten die heel vezelrijk en onbewerkt zijn, dan vind ik dat ook eigenlijk een heel goed idee. He, want dat, dat, stel je voor dat jij echt heel laag in de koolhydraten gaat zitten, dat kan je ook nadelen geven. He, te weinig vezel die je binnenkrijgt is een risico. En daarnaast ook als je echt richting ketogene dieet gaat, waar bijna geen koolhydraten in zitten, dat ook je een backfire krijgt op je schildklierwerking. Dus ik zelf ook met hormoonfactor heb, heb ook zeker geen laag koolhydraat dieet, maar een traag koolhydraat dieet. Dus alle koolhydraten zijn onbewerkt, vezelrijk, eh, waarmee je in feite ook hetzelfde probleem kunt oplossen. En het is zelfs zo dat mensen met, die, die dit volgen, dat er ook wel mensen zijn die van diabetes type 2 af zijn gekomen hè, in samenwerking met de arts. Die hebben niet eens een stap gezet naar laag koolhydraten. Dus heel erg van belang om, om, om hè, die discussie tussen die twee, het kan op laag koolhydraten, maar ook op koolhydraten, Dus dat is een. Uh, ja, ik denk dat dat, dat, dat op lange termijn ...ook veel beter vol te houden is. En dat is natuurlijk een uh, belangrijk ding. Ja, en daarnaast als je het hebt over uh, insulineresistentie en. ja, uiteindelijk, wat kun je nog meer doen? Dan heb, ga je natuurlijk veel verder kijken dan, uh, dan alleen maar voeding. En je gaat het ook hebben over training. Je gaat het hebben over bewegen. En daarmee kun je ook je receptoren een stuk gevoeliger maken. En denk vooral daarbij aan het winnen van een paar kilo extra spiermassa waar veel receptoren op zitten. Dan heb je ook een betere suikerregulatie. En aan de andere kant, stress, wat weer cortisol aanmaakt en andere stoffen, die gaan je bloedsuiker juist verhogen. En dus dan ben je eigenlijk jezelf weer wat meer resistent aan het maken. En in feite de oplossing van uh, de insulinresistentie. En syndroom is een hele brede aanpak. Op voeding ben je natuurlijk bezig met afvallen. Je bent bezig met je bloedsuiker in het gareel te houden. En dingen te eten die je goed kunt verteren en verdragen. Want als je iets eet wat je niet verdraagt, komt ook cortisol bij vrij wat niet goed is voor die resistentie. Nou, dan ben je ook aan het kijken naar je training en bewegen. En dan ben je op stressniveau aan het kijken. En al die dingen bij elkaar kunnen ervoor zorgen dat je een betere bloedsuikerregulatie krijgt. Dus vroeger werd er echt heel eenzijdig gekeken. Ja, het bloedsuiker wordt te hoog, je moet geen suikers eten en dat soort dingen. We kijken nu veel breder. Je noemt net uh, uh, trage koolhydraten. Kun je daar voorbeelden van noemen? Wat zijn nou goede koolhydraatbronnen die je kunt eten zonder dat je bloedsuikerspiegel gaat verstoren? Ja, als je koolhydraatbronnen wil eten die je bloedsuiker maar langzaam verstoren, dat betekent dat er veel vezel in moet zitten. Uh, dan heb je het over bijvoorbeeld zilvervliesrijst in plaats van witte rijst. Um, dan heb je het over uh, aardappels die je niet gaat bakken of frituren, maar die je gewoon gekookt eet en het liefst nog even laat afkoelen. Dat is ook een trucje. Als je aardappels laat afkoelen, ontstaat een resistent-zetmeel, wat uiteindelijk uh, sowieso ervoor zorgt dat je je minder eet. Maar uh, koude aardappelen zijn niet zo lekker, toch? zijn minder lekker, dat klopt. Ja. Maar het is ook weer die resistent-zetmeel is weer goed voor je darmflora. Dat is weer een, uh, een extra voordeel daarvan. Daarnaast heb je pulvruchten, die heel erg vezelrijk zijn, die je kunt, kunt eten. En je moet goed beseffen dat wanneer jij bijvoorbeeld uh, een koliathbron hebt die vezelarm is, dat je ook in de complete maaltijd dat je vezel kunt toevoegen om het effect te, te vertragen. Dus als jij witte rijst uh, alleen maar hebt of alleen maar lust, en je gaat er vervolgens uh, een kwart van je bord maximaal mee bedekken, en de helft van je bord is uh, groente waar veel vezel in zit, en je hebt misschien nog een vetbron erbij, want vet remt ook de opname van de glucose een stukje vette vis erbij. De hele maaltijd zal je bloedsuiker niet snel verstoren, ook al eet je witte rijst. Juist, ja. En kun je het ook nog, uh, heb je nog bepaalde soort voedingssupplementen die je kunt inzetten... om je bloedsuikerspiegel uh, onder controle te houden en te krijgen? Nou, in feite, uh, met suppletie kun je symptoombestrijdend misschien wat doen... om de suikerschade uh, wat te verminderen... Um, en degene die ik het meest interessant vind daarbij is alfa liponzuur in het Nederlands, of in het Engels alpha lipoic acid. Dat kan zowel met je bloedsuikerregulatie wat positief effect hebben, maar ook op de suikerschade, op je vaatwand uh, en dat soort dingen. En je lever uh, kan ook nog eens een keer positief effect ondervinden. Dus dat vind ik eigenlijk de meest interessante. Alleen de oplossing uiteindelijk ligt echt op die brede leefstijl aanpak. Mooi. Ik denk dat we zo alle onderwerpen wel hebben gehad. Hè? Dankjewel.